Caribbean Sea Jazz Festival 2016 is achter de rug en dus is er aardig wat tijd over om het prachtige eiland te verkennen. Aruba en haar bevolking zijn er erg op bedacht dat er jaarlijks duizenden Amerikaanse toeristen naar hun toe komen. Wie er komt, ziet dan ook bijna onmiddellijk de gelijkenissen met de Verenigde Staten. Ook invloeden uit Nederland zijn aanwezig. Wij laten de schone en mooie Oranjestad achter ons voor een ruige ochtend. Vandaag is een hele andere dag. Aruba is een klein eiland, maar het zit boordevol toerisme. Vandaag gaan we op een eilandentour, dus we nemen jou mee, want je gaat kennis maken met Aruba. We zijn samen met ABC Tours en we gaan als eerste naar de noordwestelijke kant van het eiland. Dus vooral blijven kijken en dan zie je wat wij zien. Dit is de plek met het schoonste en meest doorzichtige water op het eiland. Mede toergenoten namen een duik, waardoor het even duurde voor we verder konden. Gelijk daarnaast is de Arachi Beach. Trouwens, alle stranden op Aruba zijn gratis toegankelijk. Onze volgende stop is de California Lighthouse. Die heeft de naam te danken aan een boot genaamd California uit Liverpool, die op weg was naar Zuid-Amerika en crashte op de rotsen. Het zonk op het meest zuidelijke punt van het eiland. Na dit ongeluk besloot de toen Nederlandse overheid om het lichthuis te bouwen en te vernoemen naar de California. Wij kwamen er niet aan toe, maar naar de top klimmen is warm aan te bevelen. Denk daarbij aan het uitzicht. De tour voert ons langs de Rock Garden, waar elke steen een wens vertegenwoordigt. Bouw een toren van 7 stenen en doe bij elke steen een wens. Zij zullen allemaal, stuk voor stuk, uitkomen. De volgende stop is de Chapel of Our Lady Alto Vista, kort gezegd Alto Vista Chapel. Een pittoresk kleine kerk waar er wordt rondgekeken of gebeden. Na nog een bumpy ride met zeer veel stof komen wij aan bij de Bushiribana Gold Mills Ruins. Een nationaal historisch-culturele site met een bijzonder verhaal. Onze gids vertelt. In 1824 was er een enorme goudkoorts op het eiland dat 6 jaar duurde. Want toen hoorde de Nederlandse overheid overal het goud. Ze kwamen met materiaal en bouwden de mijn in 1872 met als resultaat enorme goudvondsten. Bushiribana is een Arawakswoord, een taal behorende aan de eerste inwoners van Aruba. Toen de Spanjaarden het eiland in 1550 overnamen, verdreven ze zo'n 85% van de eerste bewoners. Zij die achterbleven, werden vermoord. En samen met de verdrevenen en vermoorden, verdween ook het Arawaks van het eiland. Zo zullen we nooit weten wat Bushiribana betekent. Nog minder de vele andere Arawakse namen op het eiland. Tot zover onze gids. Het beklimmen van de mijn is een aanrader. Goede gimpen zijn het devies. Van het uitzicht is het eindeloos genieten. Maar veel meer is er niet te zien in de mijn.
Aruba zit vol rotsformaties. Onze perstour bestaat uit mediawerkers uit Suriname, Curaçao, Venezuela en de Verenigde Staten. En die eindigt bij de Kasibari Rock Formation. Hey, Fawaka! By the way, this is Aruba, the ABC Adventure. ABC means adventure beyond comparison, right? This is our company. We do jeep tours on the island. We explore the north coast of the island. And guys, the ride is beautiful, a little bit bumpy, but the coastline is amazing, spectacular. So people from Suriname, if you want to come to Aruba, visit ABC Tours. Aruba! Arriba! Suriname! It's alles goed! All right, by the way, here we are in Aruba. This is the Kasibari Rock Formation. Why we call it Kasibari? Just because when the Spanish took over the island, they brought their first necessities in big wooden barrels. And after taking their stuff out, they will throw the barrels outside. And the native, they will pick up those barrels, cut them in half to build the wall of their houses. And in those days, we had a lot of houses made of wooden barrels. And that's why we have this name of Kasibari. Kas, like in Spanish, casa means a house, and bari means barrel. And that's why we have this name of Kasibari. Okay. Ook hier besluiten we te klimmen. Een trap gehouwen uit de stenen maakt de klim iets makkelijker. Het is een kleine klim naar boven. En als je... Je weet toch, dan raak je buiten adem. Maar zoals u ziet, het zicht over Aruba is prachtig. We hebben een mooie tour gedaan met collega's van de media uit verschillende landen. En zo ook met Lindemar. Hij is gaan zitten, want hij is helemaal moe. Wat vond je van de ervaring vandaag? Hallo. De ervaring vandaag is heel erg mooi. We hadden sinds 's morgens in de natuur aan het rijden. En ja, nu zijn we bijna bij het einde van die dag. Om eventjes, laten we zeggen, straks een dutje te doen. En weer naar de venue, 's avonds. This is Martina and she's gonna tell us where she's from. Hello, my name is Martina and I'm from Czech Republic. But did you fly from Czech Republic too? I did not. I just flew from Miami, which is like 3 hours. And I flew with your lovely Suriname Airlines. Woohoo! Very, very nice. Yes, thank you very much. How did you like the tour today? I just loved it. I mean, if you really want to have a great adventure, go with ABC Jeep Tour. And it's going to be an adventure of the lifetime. And if you want to see the most beautiful pictures of Aruba? Then you're going to smoothjazz.com, Global Radio, and all the pictures from the Jazz Festival and from the Aruba, you'll find over there. We hebben nog één collega. Waar kom jij vandaan, Lucky? Ik kom oorspronkelijk van Bonaire, maar ik heb altijd op Curaçao gewoond. Ja. En ik woon en werk nu op Curaçao. Ik schrijf voor de krant, voor het Antilliaanse Dagblad. En hoe vind je het vandaag? Geweldig. We zijn ergens gestopt bij Malmok. Dan kom je met zo'n stenen trappetje naar beneden. En de zee is daar aquamarijn blauw. Echt prachtig. Ik ben erin gesprongen. En wat mij betreft had de trip daar kunnen stoppen. Het is zo mooi. Maar ik ben blij dat we het hebben afgemaakt. Want we zijn naar de goudmijn geweest. We hebben een heleboel mooie plekken in de natuur gezien. Het is gewoon heel erg mooi. Dus ik nodig hierbij alle Surinamers uit om naar Aruba te gaan. En als ze even naar Aruba gaan, kunnen ze ook even snel naar Bonaire. Mijn geboorteeiland. Kijk, zo gebeurt dat hier. En we gaan dus afsluiten. We hebben vandaag dus aardig wat bezienswaardigheden gezien van Aruba. We hebben ook de Alto Vista Chapel gezien, gebouwd in 1750. Mooi klein, kleine kerk. Altijd leuk om ook even naar binnen te gaan. En we eindigen bij de Kasibari Rock Formatie. Overigens is er hier ook een café waar je lekker kan komen zitten en drinken. En er is een Eiffeltoren, dus misschien vind je zelfs de liefde op Aruba. Je schoonwassen van zo'n enerverende tour is makkelijk. Het eiland is omringd door zee, dus kiezen wij voor een zeetour met de Jolly Pirates.
Je kunt er swingend het water in of je blijft chillen aan boord, waardoor je een goed beeld van het eiland krijgt vanaf de zee. Een gezellig uitje is zeker ook de trip naar Flamingo Island, een privé-eiland van het Renaissance Hotel. De officiële naam is de Renaissance Aruba Resort en Casino Flamingo Beach, waar je kunt zwemmen, eten, de spa bezoeken en een natuurwandeling kunt maken. Hoogtepunt is echter het geven van eten aan de flamingo. Het is even puzzelen, maar al snel is duidelijk wat te doen. Ik besluit een wandeling te maken door de mangroven, want ik hoor er is een naakt strand. Flamingo Eiland, dat is dit. Een stukje eiland waar je naartoe moet gaan met de boot. Het is ongeveer 5 tot 7 minuutjes varen en dan ben je er. En je kan van alles doen op het eiland.
Ik sta op dit moment op het naaktstrand. Maar er is niemand hier. Maar wat we gaan doen, de camera gaat uit. En dan verandert het wel in een naaktstrand. Wat wij tot nu toe hebben omschreven zijn geregelde tours. Uiteraard kun je ook een auto huren en zelf het eiland verkennen. Wij krijgen een naam doorgespeeld waar de prijzen scherp zijn. En daaraan gekomen wacht ons een aangename verrassing. En terwijl ik zo aan het babbelen ben met Leo over de auto, kom ik tot de ontdekking dat de eigenaresse van Windward Rent-A-Car ook nog Surinaamse roots heeft. Dus hebben we haar erbij gehaald. Rashida is de naam? Ja, dat klopt. Nou, hoe komt het dat een Surinaamse hier is neergestreken in Aruba? Nou ja, het is allereerst het heerlijke weer natuurlijk wat we hier zo hebben. En ja, ze zeggen niet voor niks douche Aruba. En het is gewoon geweldig om hier te wonen. Het is gewoon ontzettend leuk en ik zou niet anders willen. Okay. En waarom dan een autobedrijf? Nou, simpel. Ik kom hier best wel lang eigenlijk, voordat ik hier woonde al. En ja, als je een auto huurt als toerist, hebben we hele nare ervaring gehad. Vieze auto's, hè? Of er zijn dingen kapot en je voelde je niet helemaal veilig. En daar wilden wij eigenlijk ook wel verandering in brengen. En vandaar dat wij eigenlijk gewoon echt hele goede auto's hebben, vrij nieuwe auto's, voor een hele schappelijke prijs. En waar de klant gewoon echt heel blij is. Vandaar dat we ook heel veel terugkomende klanten hebben. Geweldig. Maar nu, ik ga echt namens de Surinamers praten, van Suriname naar Suriname. Als de Suriname dus nu binnenstapt, krijgen we nog een extra behandeling. Ja, natuurlijk. Dat kan niet missen natuurlijk. Hè. Dat is een verrassing wat ik zelf achter de hand had. En dat wil ik natuurlijk, ja, onze Bradas en Sisas uit Suriname, wil ik dat natuurlijk gunnen. Ja. En dus als ze hier naartoe komen, naar onze lovely island Aruba, dan wil ik ze gewoon iets extra's meegeven. Als ze een special code noemen voor ons bij het reserveren, dan is onze special code Sranang Bombini. Ja. Heel makkelijk om te onthouden voor ze. Dat betekent ja, Suriname welkom. En dat woord mogen ze dus hanteren. En als ze hier naartoe komen en ze geven dat woord aan, dan krijgen ze van ons gewoon 5% korting op alles wat ze in principe huren aan auto bij Windward Rent-A-Car. Kijk, maar ik heb net, wil dat zeggen dat ik alsnog mijn verrassing daar krijg? Want dit is natuurlijk een verrassing. Ja, dit was inderdaad een verrassing. Dus wij moeten je rentalcontract nog even gaan aanpassen. Dus die 5% Sranam Bombini geldt natuurlijk ook voor jou. Geweldig. Kijk, en zo gaat het eraan toe in Aruba. Gewoon een extra verrassing. Als u bij Windward Rent-A-Car, ik zou het echt doen. U krijgt 5. De prijzen zijn al beneden, onder de overige bedrijven. Ja, wij
hebben echt hele goede prijzen voor nieuwe auto's. En de klant is daar gewoon heel blij mee. Dus ja, ik zal maar gewoon zeggen van probeer Windward Rent-A-Car. En je zult het blijven willen gebruiken als je hier naartoe komt. Ik ga dat zo meteen gelijk testen. Eerst natuurlijk mijn 5%, want ik moet eerst zeggen, Saranaam Bombini Leo. En dan ga ik mijn 5% regelen en dan ga ik de auto's testen en dan hoort u dat van mij. Dankjewel Rashidi. Ja, En voor alle bradas en sisas die naar Aruba komen, Saranaam Bombini, Windward Rent-A-Car wacht op jullie. Aruba zelf verkennen is niet moeilijk. Eenmaal achter het stuur heb je snel door hoe het allemaal werkt. Dus bezoek Aruba, de One Happy Island, en geniet van zon, zee, strand, heerlijk eten en gezellige excursies. Het heel jaar door zijn er verschillende festivals en dus voor een ieder wat wils. Van de Aruba Tourism Board horen wij dat sinds 2010 steeds meer Surinamers het eiland bezoeken. Waren het er ruim 3500 in 2010, 2015 waren het er ongeveer 7100. En tot en met augustus 2016 is de groei zelfs 9%. Steeds meer Surinamers ontdekken Aruba. Bent u de volgende?